Wij hebben sinds geprobeerd middels kwalitatieve dienstverlening topzorg aan de gemeenschap te geven, zegt Clyde Cairo, directeur van het Diakonessenhuis, tevreden tijdens de 60ste verjaardagsviering van het ziekenhuis. Ondanks de niet toereikende steun vanuit de overheid, heeft het ziekenhuis toch getracht de nodige zorg te bieden. De problemen waarmee de zorg te kampen heeft, komen door de zorgtarieven die niet kostendekkend zijn. Desondanks stelt Cairo nog steeds continuïteit te willen hebben in dienstverlening. Wij willen graag de kwaliteit en de continuïteit van die zorg garanderen. En dat kunnen we alleen maar als we dus kostendekkende zorgtarieven hebben. Doordat we dat de afgelopen jaren niet hebben gehad, hebben wij die zorg niet kunnen geven zoals we dat wilden. Dat betekent dat we bepaalde diensten niet konden uitvoeren, gewoon omdat dat moeilijk te leveren was. COVID kwam ertussen, dat maakte het een stukje moeilijker, omdat een heleboel reguliere zorg werd afgeschaald. En we moesten ons richten op COVID-zorg, waardoor je wat achterstanden kreeg in de reguliere zorg. Wij hebben dat de afgelopen periode proberen in te halen, maar nog lang niet, omdat je dus een wegtrek hebt van personeel. En wegtrek van personeel betekent dus dat je dus niet alle bedden kan bezetten. Daarnaast hebben wij vaak genoeg, niet genoeg medicatie of medische verbruiksartikelen of niet genoeg labreagentia. En dat leidt tot stagnatie in de zorg, zou je kunnen zeggen. Dus samengevat, zeer uitdagend. Maar wij staan er nog steeds om die kwaliteitszorg te leveren. Volgens de directeur heeft de COVID-19-pandemie voor een enorme druk op de gezondheidszorg gezorgd. Het gevolg hiervan was een voelbare economische druk. De afgelopen jaren was heel moeilijk. Jullie kennen allemaal de problemen in de zorg. En dat ontstaat doordat wij zorgtarieven hebben die niet kostendekkend zijn. En de ondersteuning van de overheid die komt zo af en toe wel. Maar het is dus helaas nog niet voldoende. Cairo gaat verder te kennen dat het ziekenhuis in de toekomst wilt uitbreiden met een oncologisch en pediatrisch centrum. Dit met het oog op de tevoren gesprekken met de verzekeringsmaatschappijen, zodat kosten zo minimaal mogelijk gehouden kunnen worden voor de samenleving.